De zwaaiende man is Ricardo Salmoender. Het is goed om hem te zien. Vorige week zakte hij in elkaar onder de douche. Had last van pijn op de borst. Moest gewisseld worden. Ging dus lang uit onder de douche. Ambulance erbij, hartfilmpje gemaakt. Nou, daar kon niks op worden gevonden. Ook andere tests leverden eigenlijk geen uitsluitsel op. Maar op de training afgelopen donderdag kreeg hij toch weer last. En dus moet bloedonderzoek uiteindelijk duidelijk maken wat er met hem aan de hand is. Gehandicapt Scheveningen dus. Want niet alleen Salmoender er niet bij, ook Zwiebe er niet bij en Mehmet Aldogan. Problemen dus voor Scheveningen dat nog altijd knap op die derde plaats staat. En hier de mogelijkheid heeft via Tim Peters. Schampt die voorzet van de vlucht met het hoofd. Maar net niet doeltreffend. Scheveningen speelt sterk in de openingsfase. En Volendam kan eruit. Obucho Azare. En de goede verdedigende actie van El Moussaï. De druk is er van de thuisploeg. Het schot van Ros. Tegen de billen van Calabro. En dan Peters. Dat zijn toch aardige mogelijkheden voor het elftal van John Blok. De trainer van Scheveningen. Gisteren 50 geworden. Het zou een mooi presentje zijn. Zeker na de zepert vorige week tegen Huizen. Thean. Met eigenlijk het eerste werk voor de keeper van Scheveningen, Wolfsheimer. Het overwicht van Scheveningen ebt wat weg. Ros te laat met de sliding. En dan is het hier zomaar 1-0 voor de bezoekers. Hielteman. Ros te laat. En dus ruimte voor Hielteman. Ja, dan zijn er te weinig spelers die het hem moeilijk maken. En dan schiet hij bovendien zuiver. Voorsprong dus voor Volendam. En dat is ook de ruststand. Tweede helft. Geen wisselingen in het elftal van John Blok. Maar het zal wel anders moeten. Meer overtuiging. Meer wilskracht. En af en toe ook wat meer precisie. Jordi de Bruin. Op de achterlijn doet hij knap. De misser bij de keeper. Ja, en deze kans is niet te missen. Sandro Calabro. Met de 1-1. Vanaf de aftrap. Dat is nog eens een binnenkomer. Het is natuurlijk allemaal te danken aan het goede voorbereidende werk van Jordi de Bruin. En nu genieten van die gelijkmaker. En wellicht uitbouwen. Even later is dit de mogelijkheid. Sterker nog, het is de treffer. Aanvoerder Nick Runderkamp. En wat een onachtzaamheid daar in de defensie bij Scheveningen. Want hier kan hij zomaar opduiken. Nick Runderkamp. En is het weer 2-1 voor Jong FC Volendam. En heeft Scheveningen maar kort kunnen genieten van die gelijkmaker. Nieuwlaat, inmiddels in het veld gekomen. Slechte paas. Dan is het gevaar voor Volendam. En dan gaat dit schot maar net naast. Obucho Azare. Met de mogelijkheid dus voor Jong FC Volendam. Scheveningen komt naarmate de tweede helft voordat wat beter in de wedstrijd. Grote kansen levert dat niet op. Maar ja, eerst het overwicht maar eens. Calabro is er dichtbij. Bij die gelijkmaker. Maar het wil nog niet. De finesse ontbreekt. De vlucht. Heeft hij het dan? De vlucht. Het schot. Calabro net niet. Ja. Af en toe moet het balletje ook even lekker vallen. Maar dat lukt dan niet. En blijft het 2-1 voor de bezoekers. En zitten we inmiddels tegen de extra tijd aan. Als Nieuwlaat hier staat. De invaller. En weer een balletje vanaf de achterlijn. Dit keer is het Mitchell de Vlucht, Marvin Nieuwlaat. Hij maakt het knap af in de slotseconde van de officiële speeltijd. 2-2. Scheveningen vindt het puntje niet genoeg. Die willen winnen, die willen die 3 punten halen. Die willen in de race blijven, in die strijd om het kampioenschap. En iedereen staat erachter.
Want ze ruiken de mogelijkheid. Maar die bal die moet een keer lekker vallen. El Moussaï, die doet het knap. Maar het is net niet genoeg. Tot ontzetting van iedereen bij Scheveningen. Was dit bijna de 3-2, maar bijna telt niet. En als bijna niet telt, dan blijft de 2-2 een puntje voor Scheveningen. Maar de vraag is, ja, wat schiet je daarmee op? Ja, dat is altijd een lastige vraag. En altijd het standaard cliché antwoord, ja, aan een punt heb je ook wat. Maar ja, we willen gewoon voor de 3 punten gaan. En dat zag je aan het laatste ook, we bleven doordrukken. En je gaat er gewoon nog voor. En ja, dat het net niet lukt is gewoon zonde. Maar je moet je mee leven. Natuurlijk zijn we teleurgesteld over het resultaat. Maar als je kijkt naar hoe alle jongens de hele week bezig zijn om tot of fit te raken, om te kunnen spelen en welke mensen we missen. Dan kan ik op deze hele groep eigenlijk niet anders dan trots zijn.